De brand in de boerderij aan de provinciale weg brak gisteravond rond 6:30 uit en werd ontdekt door een voorbijganger. Wij kwamen aanrijden vanaf het zand en we zagen dus wat rook en wat vuur. En hebben toen maar het alarmnummer gebeld en zijn wezen kijken of we nog iets doen kunnen. En dat kon dus niet. Wat zag u precies? Vlammen bij de schoorsteen en wat rook onder de dakpannen vandaan. De woonboerderij wordt verhuurd als vakantiewoning en stond op het moment van de brand leeg. Buurtbewoners hielden er al rekening mee dat de brand was aangestoken. Omdat hier zaterdagmiddag tussen 12 en 1, 12 en half 1, is hier een verdachte auto gesignaleerd. Wat is verdacht? Dat hier een auto heeft hier stilgestaan met alarmlichten aan en is hier iemand is daar op het erf geweest. Wat voor een auto was het? Het was een zwarte donkerblauwe Golf. De politie stelde gisteravond direct een onderzoek in. Daarbij werd gebruik gemaakt van speurhonden. Omdat de boerderij in de omgeving van het zand ligt, houdt de politie er rekening mee dat de pyromaan de brand mogelijk heeft gesticht. We sluiten het natuurlijk niet uit, maar het is nog te voorbarig om te zeggen dat het er direct relatie mee heeft. Dat vergt gewoon meer onderzoek en daar is nog even afwachten wat ook de technische recensie ervan gaat zeggen. Hoe de brand is gesticht en of er overeenkomsten zijn met de werkwijze van de pyromaan van het zand is dus nog niet bekend. Maar de inwoners van Godlinzen zijn er in ieder geval niet gerust op. Dat het misschien in verband met de leger infraroodcamera's dat het heen om zijn voeten geworden is en dat hij nou richting Godlinzen gaat. Maakt u zich zorgen? Ik denk dat ik me nou wel zorgen kan maken. Omdat het vanaf steeds dichter naar Godlinzen toe en de kunnen in Godlinzen kan ook extra werkzaam zijn.